In deze videoreeks over schrijfvaardigheid wordt alle theorie over schrijven uitgelegd. In dit filmpje staat het maken van een bouwplan tot het schrijven van een tekst centraal. In dit filmpje wordt precies uitgelegd hoe je een bouwplan maakt bij het schrijven van een tekst. Voordat je een tekst gaat schrijven is het namelijk aan te raden om het een en ander in een schema te zetten. Dit geeft je overzicht en het zorgt voor samenhang in je tekst. Een bouwplan maak je als volgt. Noteer allereerst het onderwerp. Daarna beschrijf je jouw schrijfdoel. Daarna noteer je de hoofdgedachte van jouw tekst. Als vierde punt noteer je voor welk publiek je de tekst schrijft. Daarna kies je een passende tekststructuur. Vervolgens bepaal je welke alinea's de inleiding, het middenstuk en het slot vormen. Tot slot noteer je de deelonderwerpen in trefwoorden. En dan nu is het tijd om de tekst daadwerkelijk te schrijven, daarbij begin je met de titel. Een goede titel trekt de aandacht en kan direct aangeven waar het onderwerp over gaat. Je hebt informerende en motiverende titels. Het verschil is dat bij de eerste wordt aangegeven waar de tekst over gaat. Een motiverende titel zet aan tot een bepaalde handeling. Het is slim om de titel van je tekst pas te verzinnen als je de hele tekst hebt geschreven. Zet achter de titel nooit een punt. Dan nu schrijf je de inleiding, het middenstuk en het slot. Let daarbij op dat je met kernzinnen kan werken. Die staan vaak helemaal voor of achteraan in de alinea. Gebruik verbindings- of signaalwoorden om meer samenhang tussen je alinea's te creëren. Gebruik ook tussenkopjes. Tussenkopjes structureren je tekst nog beter en vaak belangrijker, ze breken de tekst in stukjes of trekken de aandacht. Tussenkopjes zijn vaak wat langer dan de titel. Zorg ervoor dat je niet te veel tussenkopjes hebt, want dat staat vaak wat rommelig. Ook bij een tussenkopje zet je er geen punt achter. De layout van een tekst is ook van belang. Een grote lap tekst nodigt niet echt uit tot lezen. Een goede layout zorgt ervoor dat de lezer verder wil lezen en dat de structuur van de tekst duidelijk wordt. Je kunt hiervoor witregels tussen alinea's of tekstgedeeltes gebruiken. Ook kan je tussen alinea's inspringen. Dit doe je door de eerste drie of vijf spaties van een alinea open te laten. Met de tabfunctie op ieder toetsenbord gaat dat heel gemakkelijk. Schrijf de tekst op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier en zonder spelfouten. Houd rekening met je publiek. Dat wil zeggen dat je woorden gebruikt die je lezers kennen. Vermijd formeel en dus moeilijk plechtig taalgebruik. Schrijf bondige zinnen zonder dat je doorslaat naar het telegramstijl. Kies de juiste toon, dus zonder bedweterig of kinderachtig over te komen. Let erop dat een geschreven tekst totaal iets anders is dan een gesproken tekst. Woordjes als nou en hè komen niet in geschreven teksten voor. Als je klaar bent met de eerste versie van je tekst, ook wel de kladversie, moet je je tekst goed nakijken of laten nakijken. Een tip: leg je tekst drie of vier dagen weg en bekijk het dan nog eens met een frisse blik. Zet de video zo meteen op pauze en bekijk de volgende aandachtspunten als je de tekst nog eens gaat controleren. Als je de tekst hebt verbeterd, mag je als het goed is blij en trots zijn op jouw resultaat.